Goedemorgen allemaal. Ik ga heel even mezelf opzoeken, zodat ik gezellig weer mee kan lezen. Even kijken. Nou, het beeld is ook goed, zie ik. Goedemorgen. Zo, dat is even een tijdje geleden. Nou, ik ga rustig heel even wachten, zodat jullie tijd hebben om mij te vinden. Laat het vooral even weten als je erbij bent. Vind ik leuk. Goedemorgen Sandra. Leuk dat je erbij bent. Anneke is ook weer van de partij. Yvette, hallo. Hey Marieke. Ik zie dat jij ook instroomt. Jannie, Anne, nou wat leuk. Mari of Marij, ik weet niet hoe ik het uitspreek. Lydia. Nou, gezellig. Het is voor mij alweer een hele tijd geleden. Sterker nog, ik denk bijna 4 weken. Dus ik heb er weer zin in. Ik zei gisteravond, goh, zou ik het nog kunnen? Maar dat gaat vast helemaal gezellig worden weer. Ik heb zeker een fijne vakantie gehad, Marieke. Dankjewel. Wel de eerste 1,5 week, denk ik, veel regen. Wij zijn in Nederland gebleven. Volgens mij had ik dat ook verteld. Een camping in Nederland. We hebben een caravan. Dus we waren daar ook wel op voorbereid. Want we hadden natuurlijk al gezien dat het weer niet al te best was. Maar ja, weet je, als je erop instelt. En het is gewoon lekker om samen te zijn. Niet veel te moeten. Dus de eerste periode eigenlijk gewoon ook wel wat binnenactiviteiten gedaan. En daarna hebben we eigenlijk kunnen afsluiten met toch wel veel zon. Dus dat was echt heel lekker. En afgelopen weekend ben ik nog een weekendje weg geweest met de familie. Dus ik ben weer helemaal terug nu. Goedemorgen. Het is net fietsen. Ja, dat werd gisteren ook al tegen mij gezegd. Dat verleer je niet. Met slecht weer kun je spellen spelen. Ja, nee, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Met slecht weer kun je wel spelletjes spelen. Dat hebben we ook zeker gedaan. Ik zit heel even aan mijn camera hoor. Even iets vaster zetten. Dus met slecht weer kun je ook hobbyen, hè? Maar ik moet wel zeggen dat ik heel weinig heb gehobbyd. Ik dacht, nou, nu heb ik er de tijd voor. Maar ja, dan ga je toch andere dingen doen. En ben natuurlijk gewoon, ja, niet alleen. Dus ik heb wel 2 bezoekjes aan de hobbywinkels gebracht. Ook leuk. Maar nu gaan we weer lekker aan de slag. Ik heb trouwens al wel nog weer wat dingetjes gedaan natuurlijk sinds ik terug ben. Dus ik vind het wel weer leuk om met jullie aan de slag te gaan. Nou, wat gaan we doen? Ik had bedacht om vandaag verschillende embellishments te maken. Nou, embellishments voor degene die denken, huh, wat bedoel je daarmee? Eigenlijk is alles wat klein is, alles wat je gebruikt op een creatie, alle bedeltjes, restjes papier waar je iets van maakt, daar kun je allemaal onder embellishments zeggen. Wat ik namelijk leuk vind aan dit maken, is dat ik mooi al mijn restjes papier hiervoor kan gebruiken. Maar ook al die leuke plaatjes. Ik heb hier een hele hoop neergelegd. Ik heb wat bloemetjes uitgestanst. Die had ik net al wel even wat opgebold. En dan hoeven we dat niet allemaal in de live te doen. Dus ik heb echt allemaal plaatjes uit verschillende JMA-lijnen erbij gepakt. Maar ook hele kleine stukjes papier. Stukjes kurk. Jute heb ik klaargelegd. Noem het maar op. Paperclips. En daar wil ik dadelijk eigenlijk even mee beginnen om een embellishment te maken aan de hand van een paperclip. Want dan kun je zien, ja, hoe je dat kunt opbouwen. Ik ben trouwens niet meer toegekomen aan mijn nagellak verversen en ik zie net dat het er niet zo netjes uitziet. Dus ik hoop dat jullie daar doorheen kunnen kijken. Wat ik namelijk dan vervolgens daarmee ga doen, is die embellishments weer op creaties verwerken. En dat was dan ook meteen mijn idee voor volgende week. Om volgende week deze, ik zeg niet allemaal, maar in ieder geval iets hiervan, weer te gebruiken op een creatie. Nou, en buiten al die leuke standjes en plaatjes hebben we natuurlijk ook de stempeltjes met postzegels. En ook al die leuke standjes.
Dus die gaan we ook zeker gebruiken. Filmstrip, die heb ik ook hier vast gestand klaar liggen. Dus we gaan lekker aan de slag. Het stukje papier wat ik hier nu als eerste voor me heb liggen, die is nog van de Warm & Cozy. En die ga ik in ieder geval eerst even een beetje weer inkten. Ja, lekker belangrijk hè, Anne? En hoe is het met jullie allemaal? Hebben jullie een leuke vakantie gehad voor degenen die vakantie hebben gehad? Hoeven natuurlijk niet op pad te zijn geweest. Het kan ook lekker zijn om thuis leuke dingen te doen. Dankjewel, Anneke. Nou, dit stukje muziekpapier komt nog uit dat hele eerste blokje. Met de blauwe lijn. En dat is de allereerste JMA-lijn. Deze die komt uit het Do-It-Yourself-blok Warm en... Of nee, Warm. Vintage Roses heet die. Dat ik dat nog allemaal in mijn hoofd weet, hè. Dat valt me dan nog wel weer mee. En deze ga ik ook even vast beinkten. En wat ik hier strakjes mee ga doen, dat is eigenlijk een soort diaraampje maken. Ik weet niet of jullie het kennen. Er zijn bepaalde merken die gewoon, zeg maar, hebben in van die ephemera zakjes. Kun je heel goed zelf maken. Zeker met die leuke JMA stempeltjes. Dus dat wilde ik ook even laten zien. Dat is natuurlijk ook een embellishment. Je zou dan zelfs op de bovenste rand een paperclip kunnen plakken aan de achterkant. Dus dat je die hierachter doet. Dan kun je hem nog ergens aan schuiven. Zo, nou, dit is de basis. Wat ik ga doen als eerst is een paperclip pakken. En nou heb ik verschillende maten paperclips. Namelijk... Een hele grote, dat is een XL. Ik kan wel even opmeten voor jullie. Dan heb je een beetje een idee hoe groot die is. Ik denk wel bijna 5 of zo. Oh, nog groter zelfs. Nagaan. Ja, als ik de binnenkant zou opmeten, kom ik op bijna 7,5 centimeter uit. Dus dat is echt een XL paperclip. Dan heb ik een normale grote, die is richting de 5. En dan heb ik hier natuurlijk ook nog van die kleine paperclipjes liggen. Die zijn denk ik 2. Ja, 2,5. Nou, kan natuurlijk met alles. In die zin, je kunt groot gebruiken, je kunt klein gebruiken. Alleen is het dan afhankelijk hoe groot jij papier gebruikt. Wat ik in eerste instantie nu ga doen, is dit strookje, het lange strookje papier wat ik had. Die ga ik gewoon op de onderkant van mijn paperclip vouwen. Op deze manier. En dan plak ik hem hier vast. Ik ga straks op de achterkant nog wel iets doen. Want hier, dit is een stuk restje van zo'n knipvel. Dus dan is het wel netjes om hier iets overheen te plakken. Ja, het zou niet hoeven als je hem vervolgens op creatie maakt. Maar ik zelf vind dat wel mooi. Tekst zit op de kop. Ja, je hebt denk ik wel gelijk. Ja, je ziet dat hier nooit zo heel goed, want het is natuurlijk gekrabbel, hè. Vind ik dat erg? Kan hem ook zo doen. Dat is ook geen probleem. Dan scheuren we hem aan de onderkant gewoon. Zal ik dat doen? Doen we dat. Kijk. Ik vind zo'n gescheurd randje wel leuk. Zo, dan zit hij niet meer op de kop. Nou, doe ik hier een beetje lijm. Ik heb wel heel veel vertraging, zie ik. Als ik iets aan het doen ben. Zo. Ik plak die dus niet heel erg strak. Even kijken, als jij het... Ik wil doen, moet je doen. Oh ja, zeker, Peter Nader. Alleen maar fijn dat je dat even zegt. Zeker met die script, hè. Dan valt dat vaak niet helemaal op.
Kijk, en nou vond ik het wel leuk om, maar dan ga ik deze ook iets kleiner maken, om hier een stukje te overlappen. Maar juist dat muziek vind ik leuk. Als dat zichtbaar is, dus ik pak even mijn kleine snijmachientje erbij. En dan halen we daar een stukje af. Het zijn natuurlijk allemaal restjes, dus ja, die maten die kun je natuurlijk gewoon dan aanpassen. Dan haal je daar gewoon nog weer een stukje van af. Zo. Ik zit bij de garage te kijken. Ah, wat leuk. Ja, dat wachten, dan wordt het wachten weer wat gezelliger, hè? Mijn auto moet maandag toevallig voor de APK. En ik had al heel lang een probleem met de radio. Ik heb een... we hebben met z'n tweeën twee auto's. Of in ieder geval... Als gezin twee auto's, luxe. Maar degene waar ik heel vaak in rij als tweede auto is de Toyota Aygo. Dus dat is een klein autootje. Maar daar doet de radio het al heel lang niet meer. Dat is heel gek. Die zender die stoort niet per se. Het geluid is wel helder. Maar hij gaat automatisch steeds van zender veranderen. Dus daar word je best wel een beetje moe van. Want dan gaat hij de hele tijd na 2 seconden gaat hij wisselen, zeg maar. Dus, ik had er al wat vaker met de garage contact over gehad. Maar ze hadden het weer overlegd met Toyota, maar daar kwamen ze niet uit. Dus nou gaan ze een nieuwe radio plaatsen. En dan hoop ik dat ik weer een goede radio heb. Ik kan niet wachten dat ik weer gewoon lekker muziek kan luisteren. Oh, jullie gaan 7 oktober gezellig naar de demodag. Dat is leuk. Nou, deze klok, die ga ik gewoon op de achtergrond verwerken. Die zie ik dan straks niet helemaal meer, hè? Maar dat vind ik niet erg. En dan had ik hier een heel klein, ja, hoe zullen we dit noemen? Het is gewoon een lintje. Het heeft een heel grappig structuurtje. Die wilde ik hier wel op verwerken. En dat ga ik denk ik met een klein stukje tape doen, want er komt toch nog iets overheen en dat plakt het beste. Ja, gaaslint is wel een goede omschrijving. Ja, heb je het gemist, Emmy? Ik ook hoor. Het is wel heel raar om zo lang geen lives te doen. En eerst wilde ik vorige week al beginnen, maar ja, ik was nog eigenlijk zo ontzettend druk om weer van alles te regelen. Dat we even hadden overlegd en toen zei Janine, ja... Hebben we niet voor niets aangegeven. Het is in augustus wat rustiger. Dus de gasthouder had natuurlijk ook vakantie. Dus nu zijn we er weer gezellig. Helemaal leuk. Kijk, en dan had ik hier dus nog zo'n strookje papier. En dan wilde ik eigenlijk daar... Toevallig had ik bij deze een beetje nagedacht wat ik leuk vond hoor. Maar we gaan dadelijk ook nog gewoon ter plekke kijken wat we kunnen doen. Want ik doe eigenlijk daarmee altijd maar wat. Maar juist die klussertjes maken kan ik dan altijd wel een beetje in opgaan. Even kijken, want nu dacht ik... We kunnen natuurlijk een beetje in diezelfde kleur tinten blijven. Ik had hier bloemetjes en blaadjes gestanst. En die heb ik uit het papier gestanst van Tim Holtz, wat je kan schuren. Ik denk dat je dat bij dit bloemetje wel kan zien. Ik hou hem heel even iets dichterbij. Ik heb eerst geschuurd en daarna heb ik pas gestanst. Want als je hem eerst stanst en dan gaat schuren, dan is het bloemetje natuurlijk heel kwetsbaar. Maar daardoor heeft hij een beetje verschillende kleurtinten. En ik dacht... Dat is misschien wel leuk om die hier dan nog bij op te verwerken. Ik ga in ieder geval even de randjes van het bloemetje beinkten. En dan mogen jullie even in de reacties zeggen of jullie dat een leuk idee vinden. Goedemorgen Monique. Oh, wilde de laptop niet. Hier nog een bloemetje wat nog niet opgebold was. Ik had er een paar alvast snel wat boller gemaakt. Toen dacht ik,
Maar ik wil nu dadelijk wel live. Dus ik ga heel even het beeld een beetje bewegen, denk ik, als ik die bloemetjes opbol. Ze moeten niet zo plat zijn als de onderste laag wel opgebold is. Hè? Moet wel een beetje bij elkaar passen. Zo. Dus maar had ik ze verder allemaal wel. De blaadjes nog even een beetje. Ja. Dit blaadje doe ik altijd een beetje voorzichtig. Want die heeft natuurlijk heel veel van die takjes. Goedemorgen. Nou jongens en meiden. We zijn alweer met 64. Vind ik echt super leuk weer voor de eerste keer. Want ik kan me helemaal voorstellen als het nog niet helemaal bij je in het systeem zit. Dat de lives weer gaan beginnen. Even kijken of jullie iets hadden gezegd over het bloemetje. Zeker leuk, leuk. Oh, dat papier staat op je lijstje. Oké, dan gaan we die daar verwerken. En ik vind dit takje altijd zo leuk. Deze bloemetjes die komen uit de Inner Peace collectie. En echt waar, ik heb die zoveel gebruikt. En ik gebruik die nog steeds zo ontzettend graag. Ik zit er wel aan te denken om misschien die grootste. En dat is dan al niet de grootste die er is hoor. Maar om die nu weg te laten. Nou, ik plak hem deze keer gewoon in elkaar. Omdat ik bovenop een pareltje wil doen. En geen meeldraadjes. Dus dan doe ik een drupje lijm in het hartje. En dan plak ik de volgende erop. En wat ik dan vaak wel eventjes doe. Als ik mijn tool kan vinden. Ik had die bloementool toch net vast. Oh, dat is ook grappig. Nou ja, maakt niet uit. Ik wil hem dan nog wel in het begin, of in het midden zeg maar, nu als ze aan elkaar zitten, nog wel heel eventjes dat toeltje erin doen. Hij zal wel ergens onder gerold zijn. Zo. Oh, ze zijn bij jouw auto aan het checken of de trekhaak voldoende is. Ik neem even een slokje van mijn koffie. Oh ja, je moet natuurlijk wel veel hobbyspullen kunnen kopen. Hè? Ja, wat ik al zei. Ik heb ik ben twee keer naar de winkel geweest. Ja, dat moest natuurlijk. Ik moest natuurlijk gewoon even bijkletsen. En ik heb natuurlijk helemaal niks gekocht zelf. Even kijken, dit blaadje vind ik te groot. Ik vind die kleur wel, dat groene kleurtje. Dat blaadje is echt is zeg maar een donkerdere tint van het bloemetje. Vind ik wel een hele leuke combinatie. Ja, het blaadje ga ik vast opplakken. Oh, 140 kilometer rijden, dat is wel een stukje. Ja. Hoe lang doe je er dan over? Maar het is wel heel gezellig om dan ook gewoon samen te rijden, toch? Ik ga dit takje, ga ik eventjes een stukje van afknippen. Dat ik eigenlijk drie kleine blaadjes overhoud. Dat kan natuurlijk ook, hè. Ik knip gewoon zo langs dat takje heen. Zo. Ja, nog even wachten, dan komt de kerstlijn ook
En kan je vertellen, hij is echt fantastisch. Ik zal heel stiekem vertellen dat ik er vanmiddag tijd voor vrij heb gemaakt om er lekker mee aan de slag te gaan. Ik ben eigenlijk wel geneigd om dan ook een kerstmuziekje op te zetten. Ik ga deze filmstrip een stukje gebruiken. Nou, het leuke aan die stansen, ik denk dat de meesten dat wel weten, die hebben geen einde. En dat hebben ze heel bewust gedaan, zodat je hem helemaal kan verlengen. Dus je kunt dan je stans weer hier de bovenste gaatjes daarin leggen. Ik kan dat wel even laten zien. Kijk, dan kijk je welke gaatjes hierboven zitten. Die leg je daarmee gelijk. En dan haal je hem nog een keer door de stansmachine. En op die manier kun je dus een hele lange filmstrip maken. Dat hebben jullie niet gehoord. Ik weet alleen even niet meer zo goed wat jullie niet meer hebben gehoord. Zo, nou, dan gaan we dat filmstripje hier achter doen. Dan ga ik een heel klein beetje inkt geven. Dit papiertje komt uit de Romantic Moments collectie. Die heeft zo'n blokje met wat basiskleurtjes. En daar zit ook een beetje zo'n beige tint in. Dat is deze. Die plak ik er dan nu achter. Zo. Dan plakken we het bloemetje eroverheen. Kijk, en op deze kleine embellishments, clustertjes kun je het ook noemen, kun je natuurlijk ook nog tekstjes plakken. Bijvoorbeeld een gewoon één woordje of zo. Of een kleine tekst uit een blokje. Ik ga dat deze live niet doen, omdat ik nog niet precies weet waar ik het volgende week met jullie voor ga gebruiken. Maar dat kunnen we eventueel dus nog wel doen. En ik ga gewoon, ik denk gewoon een neutraal kleur pareltje erin in het midden doen. Dat vind ik wel leuk. Kijk. Kijk, en op deze manier hebben we nu dus al één paperclip, noem ik het maar even, gemaakt. Die zou je dus al ergens aan kunnen schuiven. Ik ben even aan het kijken of ik iets heb waar ik dat op kan laten zien. Nou ja, gewoon een stukje papier. Dit is zo'n stukje van dat papier. Kijk, dan schuif je hem er zo aan. Dus dat zou je zelfs ook met een cadeautje kunnen doen. Als je een cadeautje wil inpakken, je doet er een mooi breed lint om. Dat je hem aan het lint hangt. En dat je hier dan gefeliciteerd of hoera op. Voor jou zoiets doet. Die is wel leuk, hè? Nou, dat is nummer 1. Dan gaan we er nog eentje maken. Ga ik gewoon nog een paperclip pakken. Maar dan pak ik een grote en die gouden. Want ik wil gewoon een beetje wisselen. En dan ga ik heel even kijken welk papiertje we daarvoor gaan gebruiken. Want ja, ik heb natuurlijk, zoals ik al zei, heel veel restjes. En deze moet dus wel een stuk breder zijn. Maar wat ik ook wel leuk vond, dat kunnen we wel even proberen, is jute gebruiken. Hoe noem je dat papier? Ik kan het niet vinden. Bedoel je dat papier wat je kan schuren? Oei. Hoe die heet? Oh jeetje, hij staat in ieder geval bij de Tim Holtz ideologie, als ik het goed uitspreek. Ik zal straks even vragen aan Janina of ze hem erbij wil zetten. En anders dan zet ik straks eventjes hieronder hoe het heet. Schuurpapier. Zoiets, hè? Nou, deze dit is gewoon een heel breed vel. Kun je zelf knippen. Nou, het gaat natuurlijk een beetje rafelen. Dat is wat ik bij jute juist super leuk vind. Het hoeft allemaal niet super strak te zijn.
Maar er wordt wel even een beetje prutsen om het hier doorheen te krijgen. Want kijk, dit dus. Ik haal dit heel even omhoog. Dan wil ik in beeld blijven, dan zie ik het even niet zo goed. Ik haal hem heel even naar me toe. Ja, heb eens. Nou, ik had hem bewust iets langer gelaten, omdat ik dacht, dan kunnen we hem nu nog een stukje korter maken. Even kijken. Dan haal ik hem een stukje terug, want we hoeven hem natuurlijk, je hoeft hem niet helemaal dubbel te doen. Kunnen we wel doen. Even kijken wat leuker is. Ja, ga ik wel doen, denk ik. Nu hem gewoon dubbel en dan een stukje korter maken. Zo. En dan haal ik bewust hier een paar sliertjes uit, dat het een beetje speels is. Zo. Nou is dit natuurlijk best wel lastig. Hoe ga je dit nou vastmaken? Ik vind het leuk om dat met een niet-machine te doen. En we gaan er dadelijk toch dingetjes op plakken. Je zou dit zelfs met een stukje tape kunnen doen als je er vervolgens toch iets overheen verwerkt. Maar nu zit hij in ieder geval vast. En dan ga ik hier met papier overheen. Ja, met de naaimachine zou ik ook kunnen. Daar zat ik net ook al over na te denken. Alleen wat met de naaimachine wel is, is dat je... Het is, tenminste de jute die ik nu gebruik, is wel heel grof, dus wat kwetsbaar. Kan goed dat hij er dan de naald ertussen blijft hangen. Maar het zou wel kunnen. En met een beetje lijm zou ook kunnen. Hè? Zeker als je deze of die van Studio Light gebruikt, die kunnen natuurlijk best wel veel hebben. Even kijken, gaan we een stukje papier pakken. Dan had ik hier een blokje waar nog kleine stukjes in zaten. Onder andere deze. Kijk, dat is die met die tekst. Zonder als we dat niet meer gebruiken, toch? Ondanks dat het oud is. Ja, klopt, ja. De paperclips ga ik gewoon heel eerlijk zeggen. Want, nou, dat is logisch, hè. Die heb je natuurlijk niet per se bij hobbywinkels. De paperclips, die heb ik gewoon bij onze geweldige A-winkel gekocht. En die zilveren, deze, die iets kleinere, dus de normale maat, die komen bij mij van de HEMA vandaan. Maar die XL, die heb je bij de A, bij de Action. En die kun je natuurlijk prima voor gebruiken, net wat je hebt. Je hebt natuurlijk van Tim Holtz wel die hele leuke kleine paperclipjes die ik op mijn creaties zelf verwerk. Ja, dan worden het wel hele erge minietjes, denk ik. Oh, gaat iemand hobbyspullen opruimen? Nou, dat is helemaal leuk. Ik zet heel even het piepje uit. Zo, hoeven jullie daar niet meer naar te luisteren. Even kijken. Ik dacht, misschien is het wel leuk om hier een klein strookje van te gebruiken. Op de achtergrond. Oeps. Paperclips zijn ook vaak van die dingen, die heb je dan in huis. En toen had ik helemaal in mijn hoofd dat ik dit wilde gaan doen. En toen had ik er niet eens heel veel meer. Toen dacht ik, nou, dus toen ben ik toch nog wat grote paperclips gaan halen. Dus ik weet wel zeker dat ze er nog zijn. Zo. Dus ik vind het ook altijd leuk om gewoon spulletjes te gebruiken die iedereen wel heeft, hè. Zo doen we deze.
ik probeer met zulke clustertjes altijd een beetje overlap te hebben. Dus eigenlijk bouw ik gewoon het een en ander op. Zo'n ticket vind ik ook leuk om dadelijk te gebruiken. Want die kun je natuurlijk ook in gedeeltes gebruiken. Maar die is dan wel weer dezelfde kleur. Dus misschien moeten we toch een ander kleurtje papier pakken. Even nadenken. Even denken. Ik heb hier namelijk ook nog restjes liggen. Dit restje past ook wel heel leuk. Dan zit er toch nog wat kleur in. Hè? Kijk, hier zat een scheur in. En zonde als we hem daardoor niet gaan gebruiken. Daar is veel te mooi voor. Even aan de kant. En voor zoiets kun je dat toch nog gebruiken. Hè? Dus op het moment dat ik nog een restje papier heb. Kijk, hele kleine mini stukjes zoals wat ik er nu afscheur. Ja, die overleven er bij mij ook niet. Die gaan dan wel de prullenbak in. Maar als ik nog een vel heb waar nog best wel veel op zit. Maar bijvoorbeeld net door de afbeelding heen. Ja, dan gebruik ik het gewoon in gedeeltes. Zo, dan krijgen we er toch een beetje kleur in. Misschien is dat ook nog wel leuk ook. En dat we dan wel een strookje van dit velletje pakken. Ik ga even spieken of jullie dat nog zien. Ja, volgens mij zit ik gewoon goed in beeld, hè. De kastdokstik van... Ja, dat zou heel goed kunnen. Ze zijn er in verschillende kleuren. Ik heb de groen-blauwe variant die ik nu hier gebruik. Ik heb bijvoorbeeld ook de bruine. En uit mijn hoofd, ik weet niet of dat er nog is, maar waren ze er ook in het rood. Zeg maar in allemaal rood tinten. Ja, dit gaan we er vast op plakken. Nou, ik ga het even eerst met lijm proberen. Wil dat niet op het jute, dan kan het alsnog met tape. Het laatste stukje doe ik geen lijm, omdat ik die er niet op plak. Zo. Kijk, en dan kunnen we deze op de achtergrond doen. Dan haal ik hem hier eraf. Nou, dat doe ik gewoon heel voorzichtig te afscheuren. Zoals je met een postzegelvelletje zou doen. En wat ik dan doe, ik pak heel even deze zo vast. Om een beetje op te bollen. Zo. Elle, die hele grote, die is om en nabij 7,5 centimeter. Ik denk dat ik hem dadelijk aan die kant nog wel een stukje korter maak. Maar dat kunnen we altijd nog doen. Ja, dat kunnen we zo nog doen. Wat ik namelijk had bedacht. Of bedacht, helemaal niet bedacht. Ik had gewoon wat uitgeprobeerd. Je hebt bij die ticketstands van deze kleine standjes. Voor zeg maar de binnenkant op je ticket. Dus die komen daar. Die heb ik uit kurk gestanst. En eigenlijk heb ik geprobeerd om daar zo'n stempeltje op te stempelen. Nou, dat gaat prima. De stempel is iets groter. Dus je hebt alleen maar een klein gedeelte ervan. Maar die ga ik dus wel proberen hier op te plakken. En daar zit ik een beetje te denken. Dus de vraag is, wat vinden jullie leuk? Om dan de buitenste gewoon kurk te laten of ze om allemaal te stempelen?
zo laten. Buitengewoon, hè? Ja, dat denk ik eigenlijk ook. Vind ik ook het leukst. Nou, dan gaan we die er even opplakken. En doordat je met kurken stanst, is het in één keer weer heel anders, hè? Nou, dit is er eentje met een fijne structuur, kurk. Maar ik heb er verschillende gelinkt. Ook wat grover aan. Is maar net waar je het voor wil gebruiken. Even kijken, als ik deze wat kleiner wil, is het handig om dat dan nu even te doen. Kijk, deze plakken we gewoon zo bol. Ja, ik maak deze iets kleiner. Dan heb je alleen dat randje niet. Dat zou je wel kunnen doen, hè, door daar het standje nog neer te leggen. Maar ik vind dat met een gescheurd randje ook leuk. En ook kurk is super handig te scheuren. Dus dat is zo fragiel dat je het juist soms per ongeluk scheurt. Zo. Nou. Even kijken of deze goed vast zit. Ja. Nou, je moet dus met die ticket dan wel oppassen dat je hem niet echt, dat kurk niet echt breekt als je hem nu zo gaat bollen. En zo. Hier een beetje lijm. Ik hoop dat ik er nou niet boven hang. Ik hou hem daar heel even vast. En dan doen we bij deze aan de onderkant lijm. Zo, dat is dat. En dan gaan we daar natuurlijk ook nog het een en ander mee doen, hè? Ik vind dit nog te kaal. Het heeft wel weer meteen een heel ander effect, hè? Nou, wat je zou kunnen doen, is hier dus wat blaadjes uit laten zien. Aan de onderkant. Dat is ook altijd wel leuk. Doen we daar een stukje af. Dat kun je beter met je kleine schaartje doen, Rianne. Deze lag bij mijn hand. Zo. En dan doe ik heel even met mijn pennetje hem aandrukken. Even een klein schaartje. Maken jullie wel eens van die embellishments of tickets of postzegeltjes of wat kleinere creaties? Of wat maak je? Misschien maak je iets anders van je restjes papier. Zo. Even denken. Ik vind dat ik er niet helemaal bij passen. Nee, niet leuk. Nou, hier heb ik zo'n heel klein peperclipje, denk ik. Achter schuiven en dan gaan we er hier een klein bloemetje van maken, maar dan met een beetje de blauwe kleur. Een beetje priegen.
Ik krijg geen reacties meer van jullie binnen, dus ik weet niet of jullie ook niks typen of dat het aan Facebook ligt. Want hij loopt wel goed door. Wip het lipje aan de kraf. Even kijken. Oh, ja. Ik geloof dat mensen stil zijn. Ja, dat geloof ik ook. Want nu krijg ik het gewoon helemaal niet erg. Gewoon rustig aan het kijken. Even kijken. Mijn filmschipje. Ik had namelijk hier net nog dat filmschipje neergelegd. Ja. Kan ook lekker zijn, hè? Gewoon rustig een beetje meekijken. Ik denk dat er sowieso wel veel mensen zijn die wel meekijken, maar ja, minder kletsen. Ik ga die takjes hier aan de onderkant er denk ik afhalen. Zo, dat vind ik niet leuk. En zo. Het bloemetje kijkt me steeds aan, maar ik vind het niet echt een leuke combi. Soms is het gewoon ook een beetje zoeken aan wat je zelf leuk vindt. Kijk, als we nou hier nog een blaadje aan de andere kant doen. Oh, lekker kopje koffie. Maak je er nog een? Zou wel handig zijn. Zo. Dan hebben we de blaadjes dus eigenlijk gewoon in etappes gebruikt. Maar dat kan natuurlijk prima, hè? En ik doe nu het bloemetje gewoon in maar twee laagjes. Dat is nou natuurlijk het leuke aan standjes waar je gewoon... Ja, zelf je bloemetjes mee kan maken. Kun je ze ook gewoon klein houden. Zo, ook daar gaan we even een pareltje in stoppen. En dan kies ik nu voor een beetje een heel lichtblauw kleurtje. Beetje tegen het wit aan. Maar dat kun je op de camera denk ik net niet zien. Zo. Dat is die in eerste instantie. Ik had nog gedacht aan het filmstripje, maar ik denk dat ik die ook gewoon niet ertussen wil. Nee, wordt gewoon ook te veel. Oké. Wat ik nog zat te denken is om hier, maar ik denk dat ik dat dan na de live even doe, want anders moet ik gaan opstaan, dat is voor jullie niet leuk. Om hier gewoon een knoopje of zo te doen. Gewoon een simpel knoopje om die daar dan op te plakken. Dus ik laat hem voor nu gewoon even zo. Ja, de jute is zeker te koop. Zo, dat zijn de eerste twee. Nou, dan gaan we nog gewoon gezellig even verder. En dan dacht ik om dat framepje te maken. Of een klein kaartje op het maat van een ATC, op het maat van een oxidedoosje. En dan pak ik wel heel eventjes een ander kleurtje. Want ik dacht, misschien is het wel leuk om nu gewoon nog even in een ander kleurthema te werken. Neig ik dan alweer meteen naar die. Gaan we niet doen. Nou, het groene zou ook wel leuk zijn een keer. En dan mogen we er wel bruin op verwerken. Maar deze staat mij ook elke keer aan als achtergrond. Ja, ik ga gewoon het bovenste stukje gebruiken, dat roze. Wat ik doe, ik leg gewoon dit doosje eventjes erop. En dan pak ik even een potlood.
ga ik mijn best doen om niet in jullie beeld te zitten. Maar ja, ik moet er toch heel even een beetje omheen kijken. Omdat ik hem om ga trekken. Nou, het bestaat zelfs, als je zo'n kaartje maakt, noemen ze dat een inkbox card. Dus het bestaat ook echt. Ik heb het al eens vaker gemaakt. Maar eigenlijk is het dus niet meer dan gewoon de afmeting van het doosje. Wat je kan doen als je die inktjes niet hebt. Is gewoon een vierkant kaartje snijden en dan de hoekjes afronden. Zo. Ik gebruik vandaag trouwens de walnutsteen van de Oxide. Die is wat donkerder dan de vintage foto. Zo. En dan? Dan wilde ik eigenlijk daar een iets kleiner... of zal ik hem het kraft met kraft combineren? Dat wilde ik eigenlijk doen. Ik denk dat ik de kraften dan achter doe. Want dan blijft het kleurtje gewoon zichtbaar. En voor ons maakt de maat toch niet uit. Want we kiezen de maat gewoon lekker zelf. Dus dan maak ik die ietsjes groter. Kijk, en met van die embellishes maken. Ik kan daar echt gewoon uren mee bezig zijn. Ik kan bijvoorbeeld met postzegels maken. Vind ik ook altijd zo leuk om dat te doen. Vinden jullie dat ook wel leuk om naar te kijken? Kleine projectjes of heb je liever grote creaties? Nou, deze. Die gaan we er dan gewoon opleggen. En dan plak ik hem eerst op en dan knip ik vervolgens even om het hoekje mee. Oh, leuk om te lezen. Het is soms ook zo lekker om te doen. Gewoon spulletjes pakken die je voor je hebt liggen. Die je nog hebt. Zonder van al die mooie spullen om gedeeltes niet te gebruiken, toch? Kijk, dit kan je dus ook met je hoekpons doen. Maar voor degenen die dat niet hebben, wil ik laten zien dat het zo ook kan. Zo. Goed. Even kijken, want er staat een tekst op de achtergrond. Zo, zo hoort hij. De bloemetjes staan op de kop. Nou, nu ga ik natuurlijk wel weer een soort clustertjes maken. Ik zou zelfs dat pocketje erop kunnen doen, maar die vind ik... Ja, die pocket die zit in de ATC-stand. Dan zou ik hem hier dus wel ook weer rond afronden. Maar dat is gewoon mijn eigen wijsheid. Ik vind dat dan gewoon leuker. Even denken. Want hier wil ik wel wat leuke plaatjes op maken. In ieder geval dit bloemetje vind ik wel leuk om te gebruiken. Ik pak er gewoon nog even een strookje papier. Kijk, en ik scheur natuurlijk graag omdat ik het een leuk speels effect vind met zoiets. Maar dat hoeft niet, hè. Als je zelf meer van het gewoon strakke bent, kun je dat ook helemaal goed een strookje snijden. Dat die wel recht is. Nee, het bloemetje valt niet op, dat klopt. Maar daarom ga ik er nog papier onder doen in een ander kleurtje. Zodat het een beetje afsteekt. Zo. Dan gaan we die even een
bruin randje geven. Gaan we deze even met de nietmachine in elkaar maken. Even kijken. En dan had ik hier nog wat van die postzegeltjes gestempeld. Tenminste, die had ik al opgestempeld. En daar hebben we natuurlijk ook hele leuke standjes voor. Maar ik denk dat die net niet eromheen gaan passen nu. Want we kunnen ook gewoon even een ander stukje papier gebruiken. Ja, dat ga ik even uit de kraft stansen. Dus die ga ik even stansen. En dan gaan we daarna erin stempelen. Ik ga heel eventjes mijn kleine stansapparaatje. Dan gaat mijn beeld altijd een heel klein beetje wiebelen. Nou, dat weten jullie inmiddels denk ik wel. Dus niet schrikken. Als je daar niet tegen kan en niet zeeziek wil worden, dan kijk je heel even de andere kant op. Komt omdat het bureau dan wiebelt. Kijk. Nou, ik heb deze nu even gestanst uit kraft van 170 gram. Dus niet die dikke van 220 is dat zelfs volgens mij. Die is heel dik. En als je deze hebt uitgestanst, dan zie je ook zo'n heel leuk hoekje erin gedrukt. Ik weet niet of dat op de camera goed te zien is. Nou, en dan is het natuurlijk altijd de kunst om daar goed in te stempelen. Dus we pakken even ons stempelblokje. En het stempeltje. Die had ik hier net voor mijn neus neergelegd. Ja. Die. Kijk, je kunt dus ook eerst stempelen en hem dan stansen. Dat is maar net wat je zelf prettig vindt. Nou, ik leg het papiertje gewoon even op de kop. Ja, dan haal ik hem wel heel even naar me toe, want anders dan gaat het echt mis. Dus misschien dat jullie mijn haren even zien. Kijk. En die kan er dan mooi bovenop. Ik zal hem even iets dichterbij houden. En ik vind het bij deze vaak het makkelijkste om ze dus eerst te stansen en dan met zo'n klein klierblokje te stempelen. Omdat anders mijn standjes, die kunnen natuurlijk nog wel wat gaan schuiven. Je kunt ze heel goed vastplakken. Alleen omdat ze zo klein zijn, is dat toch altijd een beetje zoeken. Nou, en je kunt natuurlijk die ondergrond in een ander kleurtje doen. Ik vind het zo gewoon wel leuk dat het niet te druk wordt. En dan zet ik die randje nog heel even extra aan. Je kunt natuurlijk ook de achterkant weglaten. Zo. En die vind ik dan wel leuk op de achtergrond. Even kijken of ik hem naar links of rechts ga doen. Oh, ja, ik zie het. Ik ben een beetje hoog gaan werken. Ik had de camera vanochtend verzet. Zo van, dan hoef ik niet zo hoog te werken. Alleen,
Ik ben gewend dat jullie zeggen, je moet hoger werken. Of in ieder geval, het is vaak dat wij hoger moeten werken dan dat je zou werken als je niet live bent, zeg maar. Dus nu dacht ik, als ik hem nou iets naar beneden haal, dan voorkom ik dat. Maar ja, het zit natuurlijk nog niet helemaal in mijn systeem. Dus goed dat je het even zegt. Nou, het is ook alweer tijd, zie ik. Het gaat veel te snel. Ik ga het gewoon nog even lekker afmaken. Zo. Even kijken, kunnen we dat bloemetje doen? Maar ik ben toch aan het denken of ik niet toch een ander bloemetje ga doen. Ja, wegwezen. Soms moet je gewoon keuzes maken, hè? Zo. En dan wil ik nog een stukje filmstrip. Even kijken of ik er hier nog eentje op liggen. Nou, jullie willen niet weten hoe ik hier nu op dit moment op mijn bureau zit. Want het is echt, het ligt helemaal vol. Komt om, dat is wel echt omdat je gewoon allemaal van die kleine spulletjes gebruikt, hè? Daar moet je goede ogen voor hebben, ja. Maar ik heb gelukkig een bril. Zo. Filmstripjes. Ik ben even aan het dubbel of ik die hier niet in boven kan doen. Ik denk het misschien wel. Even kijken. Want dan... ik hier ook nog allerlei andere plaatjes. Een heel leuk vlindertje. Ja, dat is daar misschien wel leuk. En dan wil ik hier toch nog iets van een vlinder of een bloem. Nee. Het wordt een grotere bloem die ik ga gebruiken. Even kijken. Pak gewoon even mijn knipvel erbij. Of het duikerblokje. Want we kunnen ook eventueel het meisje. Mijn duikerblokje is echt helemaal aan gort hoor. Die is al zoveel gebruikt. Kijk. Dit vind ik leuk. Dat je kan blijven prutsen zo, hè. Een witte bloem met één achter. Het woordenboek, ja. Met een takje, denk ik misschien. Ja, inderdaad, keuzestress. Soms heb je zulke mooie, of zoveel mooie producten, dat je het gewoon even niet meer weet, hè. Zo. Ik denk dat ik misschien die roze bloem daarachter kan doen. En dan ons meisje. Kijk, dat breekt een beetje. Nou, wat ik in ieder geval wilde doen bij dit kaartje, is hier onderaan 3 of 2 eyelids doen. En dan kan ik hieronder nog een bedeltje hangen. Op het moment dat je hier ook graag een paperclip wil om hem ergens op te schuiven, zou je natuurlijk gewoon een paperclip aan de achterkant vast kunnen maken.
moet je natuurlijk wel eventjes mee opletten dat je hem nog wel kan bewegen. Dus dat je alleen die onderste delen vastlijmt. Maar dan zou je hem ook nog op die manier kunnen gebruiken. Deze ga ik nog gewoon heel even in alle rust afmaken. En dan zal ik vanmiddag heel even een foto van maken, dat jullie die meteen kunnen zien. Nou, zo zie je maar in een uur tijd. En tussen haakjes maag. Drie van die kleine dingetjes. Maar het is zo leuk om daar mee te spelen. Want alle kleine stans, alle dingetjes stansen en dingen opbouwen, ja, dat kost natuurlijk ook gewoon tijd. Zo. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En die laatste, die volgt dan nog eventjes. Bedankt voor het kijken weer. Het was hartstikke gezellig. En ik hoop dat ik jullie volgende week woensdagochtend sowieso weer zie. Welke donderdagavond ik er ben, dat weet ik uit mijn hoofd eventjes niet. Maar ik ben er in ieder geval woensdagochtend om 10:30 weer. En dan ga ik een kaart maken waar ik sowieso ook een van de embellishments in ga verwerken. Ik zou het leuk vinden als je even laat zien als je er ook mee aan de slag bent gegaan. En ik wens jullie een hele fijne dag.